Welkom bij weer een nieuwe aflevering van Boksel. Natuurlijk midden in het griepseizoen. Ook verkouden, het is min 26. Min 26. Ja, en jij gaat ons meenemen vandaag. Naar de Geelders, dit gebiedje hier. Dat ligt aan Boksel? Ja, aan de rand van Boksel. Ja? Op de achtergrond hoor je ook de weg Boksel-Schijndel. Dus Boksel-Schijndel. En aan de zuidzijde ligt dan dit parkeerplaatsje. En dan kun je zo de Geelders in wandelen. Ja. Maar het is al heel lang bekend een gebied hier wat zeg maar door mensen gebruikt werd. Ja. En dan praat ik over 1314. Toen heette het hier Bodem van Elde. En dat was een gigantisch groot gebied waarmee de boeren uit Rooi, uit Boksel, Schijndel, Liemt allemaal hun geriefhout kwamen halen. En dan zie je in 1386 plotseling een naam ontstaan, omdat daar een edelman uit de 14e eeuw grond koopt. En die man heet Geerlink van den Bossen. En waarschijnlijk is daar de naam Geerders van afgeleid. Ja. Dan zie je eventjes verder niks, maar dan komt plotseling in handen van Ludolf van den Water, een kanunnik uit Den Bosch. Ja. Die heeft het toen overgenomen, maar die geeft het gelijk door aan de Kartuizer broeders. En die zaten hier in deze omgeving, officieel waren ze al van 1470 in Brabant. Mm-hmm. Dan hoor je een tijdje niks ervan. Die mensen zijn hier volop aan het werken gegaan. En vooral dus hout eruit halen. Yeah. Maar dan inderdaad in de midden van de 17e eeuw worden ze onteigend. Zoals heel veel broeders en zeg maar kloosterlingen onteigend werden. Maar later krijgen ze het weer terug. En in 1658 zie je dan de naam Pieter Lus ontstaan. En die is dan op dat moment eigenaar van dit stuk zeg maar van Bodem van Elde. En dat heet dan nog steeds Geelders. Nou, voor de rest van de geschiedenis gaan we daar iets verder vertellen. Maar het is wel leuk dat je dit kaartje ook hier ziet. Kunnen mensen precies zien welke wandelroutes ze kunnen gaan volgen. Ja, om een mooi beeld te krijgen van dit gebied. En hoe groot is het? Alles bij elkaar, dus deel van zeg maar de Staatsbosbeheer, want die zijn nu eigenaar, 164 hectare. En het deel van Margraaf is 85 hectare. Okay. Zo'n stukje wandelen? Lopen, ja, waar we ademen ervan, hè? Oh. Nou, Carlijn, hier zie je dus ook een onderdeel van die Geelders, Rabatten. Nou, hoe was het zeg maar vervolg nadat die kanunniken weg zijn gegaan, die Kartuizers weg zijn gegaan? De Van Rijckenvorsters hebben toen overgenomen. Mm-hmm. En uiteindelijk even die doorgeven aan Margraaf voor een deel. Dat is die 85 hectare. Ja. Die andere 164 hectare is naar Staatsbosbeheer gegaan. En in die periode daarvoor dus, werd dit vooral dit bos gebruikt als zeg maar bos waar geteeld werd voor geriefhout, eikenhakhout. Ja. Maar ook zeg maar hout voor de leerlooien. Oftewel de eiken schors die werd dan hier neergezet en daarvoor waren ook die rabatten. Ja, want we hebben bij Sparrenrijk ook gezien. Hè? Ja. Was dan het verschil zeg maar tussen Sparrenrijk en? Ja, dat is een heel groot verschil. Ja? Dit gebied is een gebied wat heel nat is. Het is het mooiste leembos van Nederland, zo noemt het dan ook. En wat is er aan de hand geweest? Hier is leem naar boven gekomen. Er is wat dekzand overheen geblazen. Dus je hebt op sommige plekken heb je heides waar dus dan zeg maar die leemgrond een beetje verdwenen is. Maar op heel veel plekken ligt die leemgrond aan de oppervlakte. En daarom groeien hier in het voorjaar prachtige planten die dus niet in die zandgrondbossen thuis horen. Ah, dus wij hebben in Boksel het mooiste leembos van Nederland. Dat klopt, het mooiste leembos van Nederland, dat kun je gerust zeggen. En dat wordt door Staatsbosbeheer nu onderhouden als dus echt bos. En voorheen was het dus tot 1965 vooral gebruikt voor het geriefhout en de leerlooierijen. We hebben in Boksel echt veel mooie natuur. Ja, absoluut. Boksel mag best wel trots zijn, hè? Zo'n leembos wat je hier hebt. Dus heel veel aparte natuur hebben we ook. Ja. Dus van Campina tot aan de Geelders, hartstikke mooi. Ik leer veel. Nou, graag gedaan. Er ligt best wel veel sneeuw nog, hè? Vind ik wel een beetje zielig voor de dieren. Of hoef ik geen medelijden? Nee, dat hoeft niet, Caroline. Want dit laagje sneeuw, dat is prima. De hazen, de konijnen, maar ook zelfs de muizen kunnen er nog doorheen om aan voedsel te komen. Wordt het pakket iets hoger, ja, dan gaan ze dus zeg maar over tot of. Hè. De grote dieren kunnen misschien nog net graven, maar dan gaan ze over om het eten van de takjes. Hè. Dus dan gaan ze de bast eraf halen. En dan zie je dus allerlei zeg maar kale takken in het bos. En naarmate zeg maar de tandjes groter zijn, zijn de dieren groter. Maar het begint al met de muisjes. Die klimmen dan de bomen in en gaan dan ook al zitten
zitten eten. En de konijnen proberen dan takken naar beneden toe te trekken. Dus dan zie je aan de vorm van welk dier er gegeten heeft. En wat de sneeuw ook extra biedt voor beesten is water. Ja, want daar likken ze gewoon op, dus dat is niet zwerg. IJs, dat is veel erger. IJs, als er dikke lagen ijs op liggen, ja, dan wordt het wel heel erg problematisch om te eten. En de enige die het nu met dit type weer lastig heeft, is de ijsvogel. Want er is dus ijs op het water, dus die kan niks. Okay. Dus die moet naar grotere plassen en poelen toe. What's in the name? Ja, precies. Ja, verkeerd dus, hè? Ja. Verkeerde naam. Ik was helemaal niet bezig takken aten. Ja, die eten een bast, hè? De bast schrapen ze vanaf. Met hun tandjes. Oké. Okay. Lekker. Nou, wat hier zo mooi is. Kijk, zie je hier, dit hier? Ja. Allemaal kleine, mooie streepjes. Zie je die? Ja. Nou, dat is geen fraat van dieren. Dat zou je kunnen denken, hè? Zou je kunnen denken dat hier beesten met beesten... Nou, dan, als ze dan echt eten, dan is dat groene, wat je hier dus ziet, is helemaal weg. Maar wat je hier dus ziet, zijn de huidmondjes van een boom. En dan kun je bij deze, dus een prunensoort, dan kun je dat heel mooi zien. Andere bomen hebben dat ook, maar dan vallen ze minder op. Dan zie je het niet zo goed, dan moet je allemaal in een loepje kijken. Mm-hmm. Dus dat betekent, die huidmondjes zijn dus echte mondjes waardoor de boom ook ademt. Maar die doet tegenovergestelde wat wij doen. Hè? Dus, tenminste, althans, die doet nog meer, want ze ademen dus vooral 's nachts zuurstof uit. Ja. En overdag halen ze CO2. Dus dat is wel prachtig om te zien, dat dit soort dingen, dat zijn dus de huidmondjes van een boom. Nee, er zit wel echt een patroon in. Ja, er zit echt een wisseling in. Hè? Dus dat heeft, elke boomsoort heeft dat alweer anders. En daar kun je de boomsoort dan aan herkennen. Oké. Okay. Prachtig, hè? Ja. Huidmondjes bij bomen. Huidmondjes. Ik weet niet of je dat ooit gehoord hebt. Ik niet. Hé, hey, hoor je dat? Ja. Dat trrr, trrr, en nou de lach. Wat hier gebeurt is dat de spechten, wat je nu hoort, dat is de lach. Hier hoor je echt dat tjik, tjik, tjik. Ja? Dat is de lach van de groene specht waarschijnlijk. En in de verte horen we net de roffel van de grote bonte specht. En die zijn nu ruzie te maken. En dat betekent dat die spechten, die zijn nu al, en dus januari, bezig met hun nestholte te maken. Ja. En dat komt omdat die spechten die leven in hun broedgebied, die gaan ook niet weg. Het zijn geen trekvogels, die blijven hier leven. Dus op het moment dat ze kunnen, beginnen die al met de lente. Okay. En dus dat roffelen, dat wat je dan hoort, dat is het maken van een geluid om het territorium aan te geven. En dat doen ze alleen maar in het voorjaar en mooie vrouwtjes te lokken. Ja, ja, ja. Want dat doen ze ook, want ze hebben dus een vrouwtje nodig om samen eitjes te gaan leggen. Dat is de oorzaak van de ruzie. Dat is de ruzie is tussen twee verschillende spechten die we net hoorden. Maar zeg maar dat roffelende geluid, ja. En dat doen de grote bonte specht, dat doet de zwarte specht en de groene specht. Die maken dan een roffelend geluid om aan te geven, nou dit is mijn gebied, hè. Hier komt niemand anders in. Ja, ja, ja. Daar ben ik de baas en ik zoek een mooi vrouwtje om te gaan paren. Okay. Dat is dat wat je net hoort. Ik zou zeggen, boomen genoeg. Ja. Ja, ja. Ja, maar ja, dus niet alle bomen zijn dood, hè? Dat is het probleem. Nou ja. Hier boven ons is een echte spechtennest te zien. Ja, dat is inderdaad. Dat is een spechtenholte, noemen ze dat ook wel. Ja. En die is, de spechten, deze is van de zwarte specht trouwens, maar de spechten maken over het algemeen een jaar een nest. Een nestholte en dan is het klaar. En dan volgend jaar gaan ze ergens anders naartoe. Dus dat doen ze een jaar over? Nee, een maand erover om de nestholte te maken. Maar ze zijn, elk jaar gaan ze een nieuw nestholte maken. Elk jaar opnieuw. Nou, in deze beuk heeft er geen probleem mee. Want die holte is ingehakt op waar ooit een tak heeft gezeten. Oh. En dus als je naar zo'n boom kijkt, die boom heeft dan een bast. Maar achter die bast zit maar een heel klein stukje leven. En heeft hij daar een tak gehad, maar die tak is niet functioneel geweest. Dan stoot die boom het af. Maar nu maakt hij zijn eigen wond dicht. En dan kun je het er prachtig zien. Okay. Omdat hij zo'n mooi rol rond naar binnen toe is. En dat is een soort pleister wat hij voor zichzelf zorgt. Dus wat doet die specht? Die hakt dan in dat dode hout. Ja. En bij de zwarte specht, dus deze specht die dat bovenste gat heeft, gaat dat 60 centimeter naar beneden toe. Dus dan haalt hij een holte uit van 60 centimeter. En dat doet hij expres, omdat er soorten bij zijn, zoals marterachtig, denk aan een boommarter. Ja. Die willen wel eens een keer zo'n spechtenjong opeten. En als de holte diep genoeg is, dan gaan ze er toch niet liever in. Dus dan hebben ze in ieder geval wat bereikt. Ja, dat is dus zo. Dit nest is dus, of deze holte is dus van of vorig jaar of het jaar ervoor. Ja, ja, ja. Dus een maand lang zo timmeren. Ja, ja. En dan maken ze geen geluid, hè? Dat hoor je niet. Dat is alleen tok, tok, tok. Meer hoor je ook niet. Oké. Okay. Hé, hey Carlijn, kom eens kijken hier. Kijk hier.
En dat is leuk, er ligt een vossendrol. Nou, als je dan wilt weten of hier dieren leven, nou, in ieder geval de vos leeft hier. Ja. En dat kun je dus zien omdat hier dus zijn drol ligt. En dat hij op zijn hoogte ligt is ook logisch. Want die vossen, die leggen altijd hun drol op een hogere plek. Want die drol is niet alleen maar een drol, een uitwerpsel. Ja. Maar tevens de geurvlag om aan te geven, pas op andere vos, want dit is mijn gebied. En wat straks ik verteld heb van die spechten die roffelen om het gebied aan te duiden. Geurvlaggen voor vossen zijn ook hetzelfde. En als hier een vos aan komt lopen, dan ruikt hij of zijn tegenstander sterker is dan hij zelf of niet. Okay. En dan gaat hij weg. Dus en daarom gaat hij echt op zo'n troon. Ja, dus leg het op een hoogte neer. En dat maakt niet uit of er nou een boomstam is. Of een, dat kan ook een molshoop zijn. Of een bultje in het terrein. En daarom doet hij dat. En ja, hier in dit gebied, de geel dus ook. Hè, wat toch misschien belangrijk is om te vertellen. Het is een onderdeel van het nationaal landschap, het Groene Woud. Ja. En toekomstig zal dat worden het nationaal landschap Van Gogh. Of Van Gogh Nationaal Landschap. Ja. Omdat het dus in een groter geheel is. Is de geel dus een onderdeel van 33.000 hectare, zeg maar, land waarin mensen wonen, waarin agricultuur is en toerisme en waarin natuur is. En die natuur die is 7500 hectare groot. En die A2 hè, die was dan een doorsnijding, dus een mooie brug overheen gelegd om die natuurgebieden aan elkaar te koppelen. Ja. Nou, dan komt er straks nog eentje over de spoorlijn Den Bosch-Eindhoven, komt ook nog een natuurbrug. Okay. En dan kunnen dieren, zo bij wijze van spreken van de geelders hier, dus helemaal aan Oostboksel naar Westboksel toe. Ja. En dat zijn dan waarschijnlijk, worden dan uitgezet de edelhert. En dat zal dit jaar gebeuren. Okay. Daar zullen we bij zijn als Boksel natuurlijk. Als dat gebeurt, dan gaan we dan gaan we live verslag. Live verslag. In deze zitten geen spechten, denk ik, hè? Nee, absoluut niet, hè? Nee, absoluut niet. Nou, als hij dood is. Ja, want dit is een Douglas en dit is een echte den. En wat hebben dennen? Dennen hebben hars. En als een specht hier een gat in zou maken, dan blijft de snavel dicht zitten. Dus dat heeft hij niet zoveel aan. Dus dat doen ze niet. Maar dit is een hele prachtige boom, die heet Douglas. Die is genoemd naar een ingenieur, Canadese ingenieur. Die ontdekt had dat deze boom heel snel heel hoog kan worden. En ook heel recht kan groeien. Was heel snel. Wel in de leeftijd van bomen. Ja, ja. Dus deze zal ongeveer een kleine 60 jaar oud zijn. Okay. En als je dan hiervoor een eik zou hebben, die zou veel trager omhoog gaan. Want hij gaat ook recht omhoog, dat zie je wel. Hè? Dus een hele mooie rechte boom. En dat die meneer Douglas ontdekt, die heeft toen op een gegeven moment bedacht, omdat hij ook wel redelijk hard was. Ik ga hier kijken of hier meubels van te maken zijn. En als je dus nou in de winkel binnenstapt en je ziet organ pine staan. Ja. Of je ziet echt dennenhouten meubels staan, dan is het van deze boom. Is dat duurder dan? Dat is duurder, ja, is duurder. Want je hebt dus de grove den die levert grenenhouten meubelen. Yeah. En de fijnspar die levert vurenhouten meubelen. Maar is minder kwaliteit. Want het is echt prima kwaliteit. En deze heeft nog een bijzonderheid. Hij heeft soorten. En dus zijn nakomelingen kunnen onder hem groeien. Terwijl bij beuken kan er niks onder groeien. Bij eiken kan er niks onder groeien. Dus wat we dan altijd zeggen, in de schaduw van deze boom kan een nieuwe boom groeien. En hij is heel herkenbaar. Ik heb net even een takje meegenomen wat op de grond lag. Dan laat ik jou eens even iets ruiken. En probeer ik door jouw snotneus toch te laten ruiken. Je ruikt maar eens. Het is al een hele... Ik ben het even aan het thuisbrengen. Maar... Nou, als je ooit zeg maar shampoo van dennengeur koopt, dan is dat deze geur. En sommige mensen noemen het marijn, mandarijn of sinaasappelgeur. Maar die geurt heel sterk. En dat hoort dan precies bij deze zeg maar boom thuis. Die sterke geur. Kun je zelf shampoo van maken? Nou, dat doen we wel eens met de kleine kinderen. Gaan we dan geur? Ja, dit is echt een hele geurrijke. Niet dat je echt een shampoo van kunt maken, maar je kunt er wel een geurtje van maken. Ja, ja. En als je het geurtje op je handen smeert, dan blijft het een tijdje zitten. Okay. Ja. Nou, een prachtige boom. Moet eens kijken hoe hoog dat die is ook. Een mooi laantje, hè? Ik durfde jou dit al bijna niet te laten zien, want voor je gezicht. De Douglas tak. Dat is een mooi stuk schier. Bedankt voor het kijken naar weer een aflevering van Boksel natuurlijk. Ik vond het echt een mooi natuurgebied, Gilders. Ja, het is een schitterend gebied en we hadden geluk met de zon. Maar ik heb een klein vraagje aan jou nou een keer. Ja. Waarom heb je nou deze tak bij je? Ik heb het zo koud. Echt waar? Ik hang dit als een soort theezakje daar in bad. Ruik ik helemaal naar de dennen en dan hoop ik dat ik ontdooid ben voor dat je twee weken. Bent. Oh, jongens toch. Nou, ja, ik hoop het wel. Waar ga ik naartoe dan? Ja, dat weet ik nog niet. Dus altijd de weersomstandigheden bepalen net daarvoor waar ik naartoe wil gaan. Nou, of mensen moeten gewoon mailen of twitteren.
iemand dat roer geen koffie voor ons meeneemt of zo, ja. Hè?